Waterpolo is sinds 1904 een Olympische sport. Maar hoe werkt de sport eigenlijk? We zetten het even op een rijtje. Mannen spelen in een bad van 30 op 20 meter, bij vrouwen is dat 25 op 20. De thuisploeg is herkenbaar aan de witte helmen, de uitploeg aan de blauwe. Keepers dragen een rode helm. Het water is normaal gezien 1,80 meter diep. Er wordt gespeeld met een aangepaste bal die makkelijk vast te houden is. Een ploeg bestaat uit 7 spelers die je doorlopend mag wisselen. Voor de veiligheid draagt iedereen oorbeschermers en soms een gebitsbeschermer. De pakken zijn extra stevig. Een wedstrijd is verdeeld in 4 periodes van 3 tot 8 minuten, afhankelijk van de categorie. Een team krijgt 30 seconden om een doelpunt te scoren. Jury en scheidsrechters bevinden zich naast het bad. En in elke hoek van het veld vind je een terugkombak. Er zijn 3 soorten overtredingen. Bij een lichte overtreding volgt een vrije worp. Die mag meteen naar doel gegooid worden. Bij een zware overtreding of U20 moet de speler 20 seconden in het terugkombak naast eigen doel blijven. Bij een heel zware overtreding kun je meteen het bad uitgestuurd worden.